U bent doorverwezen naar de klinisch geneticus door uw huisarts of behandelend specialist, omdat er mogelijk een erfelijke aandoening speelt bij uzelf of in uw familie. Bij deze arts kan u terecht voor het vinden van de mogelijke oorzaak van een aandoening of om vast te stellen of een aandoening in de familie erfelijk is. Dit is van belang voor de verdere behandeling van een aandoening of om bijvoorbeeld erachter te komen of u rekening moet houden met een erfelijke aandoening bij het krijgen van een kind. Tijdens dit consult zal de arts zich voorstellen en uw probleem of vraag met u bespreken. Het consult kan telefonisch, via beeldbellen of fysiek plaatsvinden. Vervolgens zal de arts uw medische voorgeschiedenis en die van uw familie in kaart brengen en een stamboom tekenen. De arts vraagt naar uw familieleden en hun aandoeningen. Het is handig als u hier vooraf al even over hebt nagedacht. Soms wordt er ook lichamelijk onderzoek gedaan. De arts kijkt dan naar uiterlijke kenmerken en maakt ook foto's. Op basis van de opgestelde stamboom en de vraag kan de arts de vervolgstappen bepalen. Als er wordt besloten om DNA-onderzoek in te zetten, wordt u doorverwezen naar de poli. Daar wordt er meestal bloed afgenomen en geeft u toestemming voor het DNA-onderzoek. Het bloed wordt opgestuurd naar het lab waar het onderzocht wordt. Als de uitslag bekend is, heeft u telefonisch, via beeldbellen of fysiek een afspraak met de arts om deze te bespreken.